natuur is een prachtige rijkdom van scharrelvlees. En met de komst van de wolf wordt die rijkdom wel wat minder. We rijden nu op een deel van de Noord-Veluwe en een van de talrijke bosgebieden. En we zijn op zoek naar de wolf. Hier, in de omgeving van Ermelo, aan de noordkant van de Veluwe, moet ze ergens rondlopen. De wolvin, die zich een half jaar geleden op de Veluwe heeft gevestigd. Dit is nou een wolvendrol. Het is een deel van de drol. Ik kan hem zo meteen nog wat beter laten zien. Maar dit is een van de drollen die we hier op de Veluwe hebben gevonden. Ik heb deze gisteren opgehaald. Omdat wij vanuit de drollen DNA kunnen extraheren. En daarmee dus kunnen vaststellen of het om een wolf gaat. En ook nog eens kunnen vaststellen of het om een vrouwtje gaat of een mannetje. Waar ze vandaan komen, uit welk roedel. Zo weten we dat de wolvin die hier op de Noord-Veluwe zit uit Brandenburg komt. En ook ongeveer welke route ze heeft afgelegd, omdat we nog meer DNA hebben kunnen verzamelen van haar. Dat kun je allemaal afleiden uit? Het komt allemaal hieruit. Dus ja. Dit is het bewijsmateriaal? Ja. De wolf is gewoon welkom. Het is mooi dat het dier terug is in Nederland, omdat het nu eenmaal een soort is die is onderdeel van de natuur. Ik denk dat Nederland te druk is voor de wolf. En ik denk dat de discussie die nu gevoerd wordt over de wolf eigenlijk laat zien dat er een hoop landschapsbeheerders en ecologen zijn die nog niet zoveel geleerd hebben van het Oostvaardersplassen-debakel. Hoe bedoelt u? Nou, als het Oostvaardersplassen-debakel ons één ding geleerd heeft, is dat als er dieren komen, dan gaan ze zich voortplanten. Met als gevolg dat je er soms wel eens meer krijgt dan je zou verwachten en dat er conflicten gaan ontstaan met andere belangen. Er zijn de foto's van destijds. Alle slachtoffers die er lagen, zeg maar. Vorig jaar juni passeerde een wolf de boerderij van Christian Kalter in het Overijsselse Weien. Kom, kom jongens. Kom, lepjes. 31 van zijn schapen werden doodgebeten. Goed zo. Voor 150 jaar geleden, of 170 jaar, weet ik veel hoe lang het precies is, hebben ze verjaagd. Omdat er grote problemen waren destijds. De Nederlandse bevolking is meer dan verdubbeld bij toen. En toen was er geen plek omdat mensen aangevallen werden. En dat kan wel hondsdolheid geweest zijn, maar wie zegt dat hondsdolheid nou niet weer komt? En er is gewoon geen plek. En dan kun je wel zeggen, we willen de wolf toelaten, maar dan moet je de helft van de mensen niet eerst opruimen. Nou, dat is natuurlijk onzin, dat kan niet. Met het nabootsen van de wolvenhuil kunnen natuurbeheerders wolven traceren, doordat ze reageren op het geluid. Hoe schadelijk zijn wolven eigenlijk? Je hebt zwervende wolven en gevestigde wolven. En die vertonen allebei verschillend gedrag. Wat we zien is dat de wolvin die zich op de Veluwe aan het vestigen is. Ze zit hier sinds juli vorig jaar. Sinds die tijd geen schapen meer heeft gepakt. Zij heeft zich volledig gefocust op wild. En daar zijn de jagers weer boos over. Zij vinden dat ze, net als de boeren, recht hebben op compensatie wegens gederfde inkomsten. Jagers die krijgen daar geen schadevergoeding voor. En wat vindt u daarvan? Ja, dat is raar. De natuur is een prachtige rijkdom van scharrelvlees. En met de komst van de wolf wordt die rijkdom wel wat minder. Ja, maar dat een boer zegt van, ja, zo'n schaap dat is mijn eigendom, daar wil ik schadevergoeding voor, daar kan ik me nog iets weer voorstellen. Maar een jager die zegt, ja, dat hert is van mij, dat is nu opgegeten door de wolf, daar wil ik schadevergoeding voor? Nee, dat zegt de jager ook niet. Maar de jager wil wel schadevergoeding? Dat klopt, maar zo strikt als dat hert is van mij en daar wil ik schadevergoeding voor, zo hard zeggen we dat niet. We hebben een duidelijk statement willen maken dat ook jagersbelangen terechte belangen zijn die meegewogen moeten worden in de hele belangenafweging over wolf. Ja, maar als u dan niet vindt dat dat hert van u is, waarom zouden ze dan schadevergoeding aan u moeten betalen? Dat is een ja-maar-vraag, daar ga ik niet op in. Ja, maar het lijkt me toch een terechte ja-maar-vraag. Nou, ik vind van niet. Om het vee tegen de wolf te beschermen, helpen vrijwilligers van de organisatie Wolf Fencing boeren met het afrasteren van hun land. Zo hopen ze het draagvlak voor de wolf te vergroten. Omdat wij graag willen dat de wolf wel welkom is in Nederland. En zo helpen wij de schapenboeren om die wolf te weren bij hun schapen.
vandaan. Zodat men toch een beetje anders tegen die wolf aan gaat kijken. Want met name de schapenboeren, die hebben toch wel een gegronde angst voor de wolf. Helpt zo'n hek? In Zweden helpt het al 10 jaar. Terwijl we in de afgelopen 10, 20 jaar miljoenen euro's geïnvesteerd hebben om alle hekken weg te halen uit het Nederlandse landschap. Zodat al het wild vrij kan bewegen in onze ecologische hoofdstructuur. En dan komt nu ineens vanwege alleen de wolf het advies om weer hekken te gaan neerzetten. Die overigens niet alleen de wolf tegenhouden, maar ook alle andere wilde diersoorten. Denkt u dat die hekken helpen? Nee, er zijn gewoon gigantisch veel voorbeelden, ook in het buitenland. Laatst was er ook een schaapbouwer die had een heel perceel afgezet met 1,5 meter hoog gaas. Een 1,5 meter in de grond, 1,5 meter eroverheen. Er waren 8 gaten gegraven eromheen dat de wolf heeft geprobeerd om erin te komen. Maar uiteindelijk sprong die eroverheen. Ja. En wat moet je dan op een gegeven moment doen? En het is ook niet uitvoerbaar. Kijk nou, de winterdag, zo deze koppel ook, die loopt nou in een wei van de buurman. Nou, als wij daar een afrastering om moeten zetten van 1,5-2 meter hoog. Die buurman die zit er niet op te wachten. Dus dan moet je dat zo doen, maar dat is gewoon praktisch niet uitvoerbaar. Intussen loopt de wolf, niets vermoedend en zich van geen kwaad bewust, rond over de Veluwe. Moeten wandelaars zich geen zorgen maken? Nee, de wolf is een waanzinnig schuw dier. Ziet de mens ook echt niet als een prooi, maar meer gewoon als een van de onderdelen in het landschap. Kan net zo goed als een boom zijn, hè? En als je zo gelukkig bent om een wolf tegen te komen tijdens je boswandeling, dan zou ik er vooral van genieten. En als je denkt van nou, het dier komt mij te dichtbij als dat gebeurt, dan kun je je groot maken, lawaai maken en langzaam achteruit lopen. Maar hoe groot is nou eigenlijk de kans dat je hem tegenkomt? Ongelooflijk klein. Ja, dus je bent eigenlijk super uitverkoren als je de wolf hier op de Veluwe gaat zien.